Hoe groot is een Raspberry Pi Zero nu echt? Is het echt een creditcardcomputer? Nou, hier is de vergelijking. In het zakje de Raspberry Pi Zero en daarboven een normaal formaat creditcard, in dit geval mijn Staples pasje. Zo klein is het computertje dus en dat is qua rekensterkte, nou ja, wat je 15 jaar geleden als desktop PC had, hè? Een volledige computer. Nou ja, goed, het toetsenbord zit er niet aan, het beeldscherm niet, maar ja, je kunt er hetzelfde mee. Zij het dat Windows er vermoedelijk niet op loopt. Het is een single core processor, maar hij is zelfs sterker dan de eerste uitvoering van de Raspberry Pi. Kijk, dit is dus de officiële behuizing van de Raspberry. Ik zal hem nog even tegen een witte achtergrond houden, want dit... goed, dit is opnieuw de creditcard. En het behuizingje bestaat uit een aantal losse componenten. En hier is het behuizingje tegen een witte achtergrond met de creditcard daarboven. Zo klein is een Raspberry Pi Zero. Even kijken of ik het computertje zelf nog wat beter in beeld kan krijgen. Ik ga nog niet uit de verpakking. Vanwege statische elektriciteit. Nou, ik kan nauwelijks zien of die scherp is, maar... voor mij is die zo'n beetje zichtbaar.